het ontwikkelbudget. Wat is het doel van de regeling? Waar kan de bijdrage voor worden aangevraagd? Wat zijn de belangrijkste voorwaarden en uitzonderingen? En hoe vraag je de bijdrage aan? Dit ga ik jullie in vogelvlucht vertellen. Het ontwikkelbudget heeft als doel om de leercultuur te verbeteren binnen het bedrijf. Onder leercultuur verstaan wij een werkomgeving waar werknemers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen professionele ontwikkeling en wanneer dit ook gestimuleerd en gefaciliteerd wordt door de werkgever en leidinggevende. Je kunt een tegemoetkoming in de kosten aanvragen van 100% van de kosten tot 1800 euro per kalenderjaar. Bij het ontwikkelbudget maken we onderscheid in cursussen en trajecten. De belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag voor aanvang van de cursus of het traject bij ons wordt ingediend. Ik adviseer dan ook direct de aanvraag bij ons in te dienen wanneer de cursus of het traject wordt ingepland. Je ontvangt doorgaans binnen een werkdag bericht van ons wanneer het een cursus betreft. In sommige gevallen vragen we om meer informatie om te kijken of de doelstelling aansluit bij onze regeling. Bij een traject wordt er contact opgenomen door een regiomanager. Gezamenlijk stellen jullie een ondersteunend plan op. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een toezegging met een declaratieformulier, welke na afloop van de cursus of het traject met een kopie van de factuur en het betaalbewijs bij ons gedeclareerd kan worden. Dit gaat allemaal via mijn oom en zal ik zo dadelijk nog even aan jullie laten zien. Onderwerpen welke mogelijk onder het ontwikkelbudget kunnen vallen zijn leiderschap. Denk hierbij aan het stimuleren van je medewerkers. Samenwerking, het delen van kennis en kunde en communicatie, zoals feedback geven en in gesprek gaan over opleiding en ontwikkeling. Op onze cursuscatalogus staan een groot aantal cursussen met aanbieders. Gebruik deze dan ook om inspiratie op te doen en een passende cursus te vinden. Maar weet dat je niet beperkt bent in deze keuze. Je bent vrij in de keuze van de cursus en het instituut. Het is dus geen voorwaarde om uit dit aanbod te kiezen. De regeling, met daarbij alle uitzonderingen en voorwaarden, zijn terug te vinden op onze website. Naar aanleiding hiervan nog vragen over de regeling, neem dan contact op met onze afdeling vergoedingen. Wil je weten wat Oom nog meer voor jou als bedrijf kan betekenen? Neem deel aan ons webinar, Aan de Slag met Oom. Neem een kijkje op onze activiteitenkalender voor meer informatie en inschrijven. Log in op mijnoom.nl. Kies aan de linkerzijde voor bijdrage aanvragen. Kies bij de juiste regeling het ontwikkelbudget voor aanvragen. Maak een keuze of het gaat om een cursus of een traject. Geef de cursusnaam op of selecteer er een uit ons overzicht. Geef de data op, aanvang en einddatum. En een schatting van de totale kosten. Dit is uiteraard exclusief BTW. Vervolgens kun je een instituut selecteren uit het overzicht, maar staat diegene er nou niet tussen, voer deze dan simpelweg zelf in door op de button erachter te klikken. De contactpersoon staat al gevuld. Heb je nog verdere opmerkingen? Laat deze dan hierachter. Zo niet, kun je naar de volgende stap. Controleer nog eventjes de samenvatting. Is alles correct ingevoerd? Zo ja, kun je deze voltooien. Deze kun je doorklikken op oké. Nog even een bevestiging welke je tevens per mail ontvangt. Wij hebben de digitale aanvraag nu bij ons binnen en je zult spoedig van ons horen.